Mooi mensen en welkom terug op East Groningen. Op Grun. Ik kom uit Grun. Nou, we zijn weer terug op Groningen waar wij nog even bezig zijn met wat zaaien. We hebben het grasveld eruit gehaald. Ja, dat hadden we niet meer nodig. We hebben een klein beetje andere veldjes erbij gehaald. En nou hadden wij dus dit gras niet meer nodig. Dus ja. Niet te hard. We hebben ook het een en ander veranderd. Ja. We hebben aardig wat aanpassingen gedaan. We hebben al koeien. Ik heb al een paar schaapjes. Een paar kippetjes. We hebben... koeien, kippen. We hebben de koeien ook al gevoerd. Die moet ik maar een keer extra heen en weer. Koeien gevoerd. De kippen hebben we al voer heen gebracht. Al moet ik zeggen, dat hebben we wel gekocht. Ja, vandaar dat we niet zo heel veel geld hebben. Ik had... Ik had van de andere boerderij, die wij van de andere Hoof Bergman had ik geloof ik nog een stukje gedaan. En daar heb ik wat van overgehouden en natuurlijk van Ter Schelling. Daar had ik ook een hele hoop nog wat liggen. En dat hebben we gebruikt voor deze. Ja, dat hebben we allemaal hier gebruikt. En we hebben nog niet alle machines, ik weet het. We hebben ook nog niet alle spullen waar we nodig hebben. Weet ik ook. Maar het is niet zo heel erg, dacht ik. Zo. Moet even opletten dat we de zaaivelden gaan overlappen. Dat we niet een helft vergeten. En hier heb ik nog een keer daar terug kunnen. Zo. Even kijken, de vierde. Dan moeten we de GPS even weer omzetten. Nou. Ja, we hebben een klein randje aan de schuur langs gelegd. Was dat nodig? Ja, een beetje eigenlijk wel. We kwamen aardig dicht aan de schuur langs. Heb je veel problemen gezien op de kaart? Nee. Nee, niet echt, nee. Nee, dat gaat hartstikke goed zo. Ja, de oude zaaimachine hebben we er nog wel staan. Maar... Hebben we die echt nodig? Nee, dacht niet. Nee. Het ziet er allemaal goed uit. Oeh. Omhoog niet uitzetten. Het is toch ook. Nou ja.
Ik kan ook zo wel even, dan gaan we hem even inklappen, want anders kunnen we er niet langs. Ik heb ook al een zadenmakerij, dus we kunnen zelf onze eigen zaden gaan gebruiken. Kunstmest hebben we al staan. We hebben al. Kalk. Hebben we ook al. Maken we zelf. God, mensen, is het nog even. En we zijn weer helemaal zelfvoorzienend. Fantastisch. Goed, nou moeten we op de dam. Ja, maar weer hem draaien, want. Kijk. Hier moeten we hem draaien. Dan draaien we ons heen om. GPS kan wel uit. Anders komt het namelijk niet uit, hè. Ja, er zit een dikke sloot hier. En ja. Zo. Nou, ik kan wel even kijken bij de. We gaan even de andere kant op. We nemen deze gewoon even mee. Dan gaan we even naar de andere kant. Wij moeten nog even een ander karretje hebben. En een aparte silo. Eerst eens even door. Want ik heb namelijk een verkeerde zadenmaker gekocht. Ja, maar hij leek leuk. Alleen hij is niet zo heel goed. Goed. Ik heb hier een container staan. Daar heb ik kippenvoer in zitten. We hebben een watertank en schapen. Ik heb ook al een opslag met hooi. En hier hebben we schapen. Nou, water zit erin. Voer zit erin. We hebben 7 schaapjes. En aan de eerste kant hier hebben wij dus. Die staat open. Kijk, hier hebben we al kippen lopen. En dan gaan we aan deze kant kijken. Die deur zit ook dicht. Hier hebben we ook nog wat kippetjes lopen. Ja, deur ook gewoon weer dicht, hè. Ja, moeten we deze ook maar even weer dichtgooien. Dus de kippen hebben we al. Van het geld heb ik ook nog een tweede boerderij eigenlijk gekocht. Daar gaan we nou even heen. Die bomen hier, die moeten we eigenlijk even een paar boompjes weghalen. Zodat we meer inzicht krijgen hoe we daar naar binnen gaan. Zo. Hier heb ik een watervulpunt staan. En nog een silo met iets. Kijk, en hier hebben wij de zadenmakerij. Maar als ik die nou pak, even open. Volgens mij kan ik die nu nooit. Oh. Wel. Oh, kijk. We zitten vol met zaden, mensen. Haha. Oh, nou, dat is mooi. Dat is mooi om te weten. Ja hoor. Dat is mooi. Goed. We hebben zaden bij ons. Ja, wat moeten we er nog meer over zeggen? We hebben stenen, we hebben alles. We hebben eigenlijk alles wat we. Sommige velden zijn inderdaad ingerasterd.
ben ik niet zo heel fan van. Dus die gaan we ook niet kopen. Oh, we hebben hier de koeien staan. Nou, er zit stro in, hooi in, compleet gemengd. Stro zit er niks in. Dat klopt ook, we moeten nog wat stro ophalen. Ik denk dat ik een klein veldje wil kopen. Maar ja, is niet zo ver gekomen. Oh, we moeten hier niet zijn, we moeten hier niet zijn. Je moet hier niet zijn, je moet even een verder stukje verder. Want daar hebben we namelijk wat meer staan. Hier wordt kunstmest gemaakt. En hier hebben wij nog wat machines staan. En een aanhanger helemaal vol met, bijna helemaal vol met stenen. Die moet nog even naar de andere kant om voor kalk. Ja, deze kan hier wel staan, dacht ik. Pluk. Ja, nog meer machine. Allemaal al gebruikt hoor. En ik denk dat we daar ook nog even wat kalk op moeten gooien, maar dat weet ik niet. Gaan we zo eens even kijken. Dus kijken wat we hier nog op moeten hebben. Landbouwkalk nodig. Moet gewalst worden, ja. We gaan er eerst eens kijken of we een beetje landbouwkalk hebben. Nou. Oeh, het wordt wel een keer warm hier binnen. Sorry, ja. Het is een beetje warm hier binnen volgens mij. Nou ja, warm. Dat eigenlijk ook weer niet. Maar ik heb het wel warm. Ik weet niet wat het is. Goed. Nou, we hebben de crusher. Oh, ik had de aanhanger eigenlijk even hierheen moeten brengen. We hadden al wat stenen erin gegooid. Water hebben we er zat in zitten. Ik heb die grote tank opgehaald, die 18.000 liter tank. En ja, dus er moet genoeg in zitten. Kijk eens. Blijf ik op mijn voorwielen staan? Ja, we hebben een groot gewicht op. Ja hoor, mooi man. Zo. Lijkt wel of ik zelf aan het werk ben, mensen. Het zweet loopt maar. Nou goed, we hebben kalk nodig. Dat kan. Wij gaan ook weer GPS instellen. Die terug en hij moet even gedraaid worden en hij mag even een stukje op, oh, andere kant op, opzij wou ik zeggen, hij mag even een stukje opzij, hij mag een heel stuk opzij. Goed. Ja. Nou, dit is niet toegestaan. Toch wel hoor. Is gewoon toegestaan. Maak ook alvast even een fotootje. Zo.
ons eigen gemaakte kalk van stenen van een tweede stuk land. Oh, dus dat moeten we straks ook even kijken. Hoe ver dat al is. Ja, we moeten straks even kijken hoe ver we... Ik zie een blauwe lijn aan de andere kant. Nou, we draaien de lijnen gewoon weer om. Zo. Een beetje opzij. Ik zit al op 50% mensen. Ja, dan moeten we zomaar eens even. Ik denk nog even een bakje vullen. Ik hoop het niet. Ik denk het wel. We strooien de schuur ook even een beetje mee. Ja. En dan hebben we alles in de kalk zitten. Een roller heb ik al. Dus die kan ik, daar gaan we zo eens even mee over het land heen. Dat er alles aangerold is. Kalk zit erop. We moeten nog wel even een paar kleine dingetjes hebben. Ja, als we straks onkruid hebben. Dan... denk ik dat we dat gaan spuiten. Kijk eens, hij past er in één keer helemaal op. Hij is ook bijna helemaal leeg. Er zit nog een paar litertjes in. Helemaal goed. Nou. Deze kan hier wel... nee. Want wij moeten straks natuurlijk ook... kunstmest erop hebben. Dus dan kunnen we hem net zo goed daar even neerzetten. Nou. Maar mooie kaart, mensen. Mooie kaart. Ja. Er zijn meer verkooppunten dan de Schelling. Hij is veel groter natuurlijk. Ja, ik vind hem goed. Ik vind hem helemaal mooi. Zo. Ja, natuurlijk hebben we er van alles ook zelf neergezet. En wat lampjes hier en daar. Schuurtje met werkplaats. Maar toen wist ik niet dat die andere ook een werkplaats had. Ja. Maar ik denk dat wij hier nog wel een tijdje op doorgaan. Wat heb ik nog meer? Ik had nog meer gekocht. Want... dat zijn de grasvelden. Die twee zijn de grasvelden. Ik denk dat deze nog redelijk aan het groeien is. Die was volgens mij nog klaar. En hier hebben wij de... BGA. Dus die hebben wij wel, die zijn van ons. Dat boerderijtje is nog van ons. Die is van ons. De varkensstal nog niet. Dus dit moeten we eigenlijk ook nog doen. Maar we hebben nog zoveel te ontdekken hier. Dus we zijn hier nog wel even bezig. Ik wil jullie allemaal heel hartelijk danken. Voor het kijken.
Het gaat hier niet zo lekker. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor het kijken. En hopelijk allemaal tot de volgende keer. Ben nog niet geabonneerd? Zou heel mooi zijn. Duimpjes zou ook heel mooi zijn. Vragen of opmerkingen kan altijd hier beneden. En voor de rest zou ik zeggen, mensen, heel erg bedankt. En mooi.